Hi, mijn naam is Anne Brattinga. Mijn bedrijf heet Singing Circle. En ik heb een stukje voor je over een open keel. Open keel is ontzettend belangrijk. In de CVT, de Complete Vocal Technique, zeggen ze zelfs dat er 4 basisvoorwaarden zijn. De eerste is open keel, goede ademsteun, geen spanning in lip of kaak en een beetje twang, zodat je stembanden goed sluiten. Hoe voel je nou of je keel goed open is? Dat is een hele belangrijke vraag, want meestal voel je dat niet zomaar vanzelf. En hoe moet je zorgen dat die open is? Nou, het moeilijke is dat die open keel die werkt samen met een goede ademsteun. Dus hoe beter je ademsteun is, hoe makkelijker het is om je keel open te houden. Maar iedereen kent wel dat gevoel. Dat je aan het fietsen bent of lekker aan het wandelen en je bent ontzettend ontspannen en toch actief. En je bent aan het zingen en het gaat gewoon heerlijk. Op dat moment werken je ademsteunspieren samen met je open keel en het gaat heel erg lekker. En iedereen kent ook wel het gevoel dat je iets aan het zingen bent en dat het ontzettend moeilijk gaat. Je probeert bijvoorbeeld hoge noten te zingen, maar het lukt niet. Nou, dan waarschijnlijk is je keel niet open. Dan ben je waarschijnlijk aan het knijpen of je het nou door hebt of niet. Okay. Wat kan ik je leren? Ik kan je leren hoe je keel, hoe je moet voelen ten eerste of merken dat je keel open is en hoe je dat moet bereiken. Hoe voel je het? Je zou het kunnen horen. Probeer maar eens in te ademen en uit te ademen terwijl je niks bijzonders verder doet. Okay, adem met mij samen in. En adem samen uit. Hoor je een klein beetje ruis? Oké, dan gaan we een beetje boos. Doe eens. En dan ga je uitademen. En in. Precies. Oké. Wat er dan gebeurt is, de tweede keer hoorde je meer ruis. Nou, dat betekent dat de zijkanten van je keel een beetje naar elkaar toe gaan en dat er meer wrijving komt. En nou doen we eens even bijvoorbeeld een gaap. En dan adem in. En adem uit. Adem in. Uit. Nou, als je echt gaapt, dan hoor je helemaal geen ruis meer. Oké, nu doen we een lach. Een hele spontane, kinderlijke lach. En adem weer in. En adem weer uit. Dan doe je iets dat je verbaasd bent. Maar nog steeds ben je heel spontaan en open. En uit. Nu hoor ik ook geen ruis meer. Nou, geen ruis meer horen bij in- of uitademing. Dat is een goed teken van open keel. Je kan open keel bereiken door te gapen. Doe dat maar eens met me mee. Het enige punt is als je gaat gapen en je gaat dan met diezelfde beweging van een open keel die je dan bereikt hebt zingen, dan krijg je een vervorming van het geluid, want dan klinkt je zo. Want dan heb je je strottenhoofd ook helemaal naar beneden gedaan. Dus dat wil je niet altijd. Als je gaat lachen daarentegen, dus lach nog eens een keer als een zorgeloos kind. Heel vrolijk. En het gaat niet alleen om de beweging van je mond. Juist niet. Het gaat om de beweging hier. Dus nog een keer lachen. En kun je voelen dat de lucht makkelijk naar binnen gaat? Je kan ook even doen alsof je een pepermuntje op je tong hebt. En dat je echt dat proeft. En dat mintige gevoel proeft. Doe dat eens. Terwijl je glimlacht. Voel je de koude lucht naar binnen gaan? Hey, dat onschuldig lachen, het open, vrije, ontspannen gevoel, dat is wat je nodig hebt. Dat is een open keel. Alleen, dat is moeilijk te isoleren. Oké, doe even met me mee. Je gaat, doet die lach. Je voelt van binnen de koude lucht. Dan probeer je dat te doen zonder dat je je mond beweegt. Probeer maar eens of dat lukt. Nog een keer.
En bij de EVT maken ze daar een handbeweging bij. Kun jij ook doen? Oké, dan ga je proberen met je vingers tot 10 te tellen, terwijl je de hele tijd blijft glimlachen. Blijft open keel doen. Oké, heel goed. Misschien heb je een aantal keer nodig om dat terug te spoelen, om dat te oefenen. Dat je open keel kunt houden terwijl je iets anders doet. Oké. Nu ga ik je leren hoe je geluid kan maken terwijl je die open keel houdt. Oké, je bent heel blij, onbezonnen, onbezorgd. En je doet gewoon een uitroep. Ah! Doe dat maar eens met me mee. Ah! En de adem daarvoor is precies zo'n pepermuntjesadem van het open kind. Ah! Oké, heel goed. Nou blijf je op één toon. Nemen we even deze toon. Ah! En als je een vrouw bent, is dat misschien een handige toon. En als je een man bent, doe je deze toon. Ah! Oké, komt ie nog een keer? Ah! Nog een keer? Ah! Blijf dat oefenen, net zolang totdat je het gevoel hebt dat je keel open blijft. Als je keel open blijft, ben je niet aan het gapen. Dan maak je namelijk de tegenovergestelde beweging. Oh, sorry, ben je niet aan het gapen. Dan ben je niet aan het knijpen. Als je keel open hebt, zing je met meer gemak. Oké, ga dit oefenen thuis. Mocht het niet lukken, neem contact met me op www.singingcircle.nl. Regelmatig heb ik acties waar ik gratis intakes van een half uur weggeef. Dus daar zou je gebruik van kunnen maken. Je kan me ook vinden op Facebook Singing Circle. Of gewoon inderdaad de site singingcircle.nl. Staat ook hieronder in de omschrijving. Succes ermee en ik zie jullie snel. Dag!